Zeer recent bleek ook in het gemeentebestuur van Goijk dat men ook daar verveeld zat met het praalgrag van collaborateur Staf de Klerk. Niet zomaar iemand, maar ja, zowat de belangrijkste persoon van de politieke collaboratie van tijdens de Tweede Wereldoorlog en kort ervoor. Het monument bevat een zeer eenzijdige, sterk gekleurde duiding, voorzien door voorpost, laten wij ons vertellen, waarin met geen woord wordt gerept over het collaboratieverleden van de Klerk. Dat lijkt ons toch wel niet de correcte historische duiding bij zo'n persoon. Nu, de burgemeester van Goijk zegt dat hij de middelen nog de expertise heeft en denkt dat Vlaanderen beter geplaatst is om hier voor oplossingen te zorgen. Dat konden we ook lezen in een artikel van Apache. Ik denk dat een volwassen lokaal bestuur wel capabel moet zijn om daar op een goede manier mee om te gaan. En ik denk ook dat het geen kerntaak is van het agentschap inburgering en integratie om dan op dat moment het handje van het lokaal bestuur te gaan vasthouden. Dus ik ben het eens met wat de minister zegt. Het staat de burgemeester van Goijk vrij om daar historische duiding bij te geven, correcte duiding bij te geven. En er zijn echt wel mogelijkheden genoeg om de juiste experten daarvoor te vinden. Dus nee, ik denk dat er ook helemaal geen noodzaak is om die handreiking te gaan uitbreiden of om lokale besturen te gaan verplichten in bepaalde richtingen. Dat is denk ik helemaal niet nodig. Meneer Vijs. Ja, we zitten nog altijd in een kramp met die periode. Ik zou graag, dat is een collega van Bruno de Wever in Gent, het is Koen Aars, die zei, ja, het is ook wel archetypisch voor Vlaanderen dat we dan, het is moeilijk om ermee om te gaan en we gaan het zo laten en we gaan er niet te veel naar omzien. En af en toe komt dat dan wel eens terug. En dat is ook mijn lezing van de situatie in Goijk. En ja, ik begrijp vanuit N-VA dat nog wat moeilijker is dan voor anderen om zich daarvoor uit te spreken. Ik begrijp dat. Dank u wel, meneer Vijs. Ik wil wel zeggen, ik zeg dit ook als voorzitter, ik vind de verwijzing en de duiding die u geeft aan de tussenkomst van mevrouw Sminati echt niet netjes. Dat je zegt, vanuit uw partij hadden we kunnen verwachten dat. Ik vind dat in deze echt niet netjes. Wij zijn geen collaboratiepartij. Dat wil ik te stellen. Zo kwam het wel over, meneer Vijs. Ik klap nou over ons dat we collaborateurs zijn. Dat wilde hier stellen. Nee, nee, dat is absoluut niet mijn bedoeling. Nee, maar ik denk dat ik het punt gemaakt heb. Mag ik dat even rechtzetten, meneer voorzitter? U mag dat rechtzetten als u wil, ja. Oprecht mijn bedoeling niet. Trouwens, ik kijk ook in eigen boezem. Hè. Mijn eigen familie aan grootmoederskant was ook niet onschuldig. Voilà. Dus dat is het laatste dat ik wil gezegd hebben. Goed. Ik bedoel gewoon, jullie zijn de politieke erfgenamen van het Vlaams nationalisme. En binnen die familie is dat debat nog wat moeilijker dan dat in de socialistische familie is. Zonder een waardeoordeel over het verleden te doen. Dit geeft maar aan hoe we in een kramp zitten hierin. Hè. Nee, dat is en als niet je die, dat debat niet wilt aangaan, als je dat wegdoet, want dat zegt meneer... Collega's, ik wil het punt afhandelen.